De ontwerpwet productschappen is gisteren met een nipte meerderheid van 26 stemmen voor en 15 tegen aangenomen in de Nationale Assemblée. Een productschap is een belangenorganisatie van ondernemingen die bij de totstandkoming van een bepaald product zijn betrokken, in opeenvolgende stadia dus. De voorzitter van de commissie van de rapporteurs, Rajinder Kumar Debi, zegt dat met de aanname van deze wet er aan één voorwaarde binnen de agrarische sector is voldaan. Namelijk het garanderen van voedselzekerheid en veiligheid. Nu zullen de verschillende productiekolommen of subsectoren een wettelijke basis hebben zich te versterken middels goed overleg en duurzame samenwerking en middels zelfregel het gemeenschappelijk belang te dienen van allebei de productie tot en met afzet van bepaalde producten of soorten van producten. Bij deze verzoek aan de regering om de wet spoedig af te kondigen. De NDP en de BEP-fractie hebben geen medewerking verleend aan de goedkeuring van de wet. Ze vinden dat de raamwet niet van toepassing is op alle sectoren. NDP-fractieleider Rabinder Permeser zegt dat het voorstel om de conceptwet als een pilotraamwet voor landbouw of rijst te maken in de wind is geslagen. De regering heeft getracht om de onvolkomenheden op te vangen middels onder andere een algemene delegatiebepaling in artikel 15 en artikel 25. We hebben vaker gewaarschuwd voor algemene delegatiebepalingen in de wetgeving. Wij zijn van mening dat zulke delegatiebepalingen verregaande bevoegdheden geven aan ministers, waarbij de wet middels staatsbesluiten helemaal anders kan worden ingericht. En dat kan nooit de bedoeling zijn. We zijn niet tegen de productschappen, maar zijn tenminste drie issues waar er nog heel veel over gediscussieerd moet worden. Transparantie bij besluiten van het productschap, waarborgen democratische beleving van de leden, vermindering overheidsbemoeienis zijn niet of nauwelijks in de wet geregeld. De NPS-fractie stemde voor de wet productschappen. Fractielid Patricia Etnel maakte wel de kritische noot dat de bewindstaken in de wet genoemd gedecentraliseerd moeten worden.